En van Malden zijn we meteen doorgereden naar Mook. En hier in Mook zit de sfeer er al goed in. Maar dat zou meteen niet kunnen komen omdat er in Mook natuurlijk een nieuwe burgemeester is. En daar ga ik eventjes naar op zoek. Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe het voor haar de eerste keer is om alle lopers aan te moedigen. Ik sta hier natuurlijk bij de nieuwe burgemeester. Vertel eens, hoe is het voor u om de eerste keer als burgemeester zo de lopers aan te moedigen? Ah, wat een feestje. Wat een feestje is dit. En wat een voorrecht om hier te mogen staan. En niet één dag. Morgen mag ik nog een keer. Nog twee dagen. Nou, fantastisch. Hey, wat betekent dit nou voor Mook? Hè? Wat is dit nou de Vierdaagse? Wat doet dat? Wat is dat voor Mook? Nou, dat leeft ontzettend. En dat begint al een paar weken geleden. Ongeveer anderhalve week geleden hebben we alle inwoners die meelopen uit onze gemeente uitgenodigd. Dat is al een feestje. Dan krijgen ze allemaal een mooi t-shirt, dat is al feest. En dan zie je hoeveel mensen lopen en hoeveel mensen actief zijn en iets willen doen. Dat zie je ook langs de route nu, je ziet het hier op het plein, je ziet het in Plasmolen zometeen. Het hele dorp, alle dorpen lopen uit, iedereen wil een steentje bijdragen. En morgen nog een keer, nog groter, langs de hele Rijksweg. Nou, dit is gewoon fantastisch. En voor de hoeveelste keer loop jij mee? Eerste. En hoe bevalt dat nou de eerste keer? Nou ja, ik had het wel een beetje onderschat. Ik heb ook niet getraind. Ik dacht, ja, dit kan ik wel. Maar het is heel zwaar. Meid, heb jij niet getraind? Nee, niet. Ik heb één keer 30 kilometer gelopen en dat was het. Dus ja, heel slecht. Maar ja, ik dacht, dit kan ik wel. Maar nee, dat blijft me niet. Hoe gaat het ermee? Ja, het is een beetje mijn momenten. Soms gaat het goed, soms iets minder, maar over het algemeen lukt het nog wel. Dus, En is dat dan een beetje een mentaal stukje waarvan je zegt soms gaat het goed? Of is dat echt fysiek dat je zegt ik heb last van de benen, van de voeten? Of waar zit dat dan mee? Ja, het is beide ook. Ja. Hey meneer, wat bent u enthousiast aan het aanmoedigen? Ja, ik heb zelf ook gelopen. En dit is belangrijk, toch? Van meters afstand valt u al op? Maar ik wil ook opvallen, hè? Staat ik op mijn t-shirt. Ik wil opvallen. En waarom wilt u opvallen? Kunt u dat eens aangeven? Ja. Wij lopen voor een goed doel. Europa Run, er zijn veel mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad om te sporten. En er worden heel veel clubs opgezet in Nederland, zodat mensen kunnen sporten. Maar er is wel geld voor nodig. Want dat is waarschijnlijk heel goed voor het herstel, hè? Dat mensen kunnen blijven sporten. Ja, absoluut. Jullie zitten hier lekker eventjes uit te rusten. Ja. Hoe gaat het tot nu toe? Heel goed. Ja? Oh, dat zei je ook heel enthousiast. Vertel eens. Gaat ook heel goed. Het is gewoon leuk, het is mooi weer. En we weten dat we hier lekker thee kunnen drinken en een appelflap. Dus daar lopen we voor. Hey, en is het dan de eerste keer dat jullie meelopen? Of zijn jullie er al heel lang mee, omdat je het weet? René 29 en ik 42. 42? Ja. Oh. Ja, ik vind soms... Maar hoe oud bent u? Want... 65, bijna 65. Oh joh, dat is al heel vroeg gestart gewoon. Nee, voor nu is dat wel ouder. Ik was 19, nu lopen de kinderen van 12. Jullie zijn misschien dochter en vader, klopt dat? Ja. Ja, dat dacht ik al wel. Hey, hoe is het nou voor jullie om samen te lopen? Vertel eens. Ja, gezellig. We doen heel veel dingen samen, dus het loopt allemaal wel goed. We hebben dezelfde interesses en zo. Dus, Ik zie dat u loopt voor ALS. Ja. En vertel eens, waarom loopt u voor ALS? Nou, mijn vader is eraan overleden. Het lijkt me meer dan een goed doel om ervoor te lopen dan. Ja. Al vroeg aan het bier. Ja, lekker. Is dat iets wat helpt om Vierdaagse uit te lopen? Ja, het zit tussen mijn oren. Ja. Het zit tussen de oren. Ja, en is het dan gewoon een paar biertjes per dag of hoe zit dat? Ja, tijdens lopen een pilsje of 4, 5. En morgen iets meer. Ik zag u net al lopen. Ja. En nou, met deze mooie foto. Ja. Kunt u eens vertellen, wie is het op de foto? Dat was mijn oom. En hij loopt de derde keer. Hij loopt de derde keer? Hij loopt de derde keer. Ik loop de vierde keer. Hij de derde. Door hem ben ik gaan wandelen, want hij wilde naar Nijmeegse gaan wandelen. En heb ik mijn partner leren kennen. En heb ik eigenlijk alles te danken wat ik nu heb. En is hij helaas 1 mei niet meer bij ons. En daarom heeft u hem toch meegenomen dat hij het wel meemaakt. Wat ontzettend mooi. Heel erg mooi. Ik wens u heel veel succes. Ja. Opgeven is geen optie. U loopt op sandalen. Ja. Maar is dat, waarom op sandalen? Ik ben de blarenkoningin. Echt waar. Ik loop al met 2 kilometer een blaar. Met 2 kilometer aan een blaar. Maar is het zo dat je dan helemaal geen schoenen aan hebt? Of begin je op schoenen en dan... Ik begin op mijn wandelschoenen, ja. Dat heeft toch de meeste stevigheid. Maar na 1 kilometer of 10 heb ik echt zoiets van, oh, ze moeten uit.